Welkom bij Studio Vlaams Parlement. En degene die vandaag de spits mocht afbijten van dit nieuwe politieke seizoen is bij ons, Axel Rons van N-VA. Goedemiddag. Goedemiddag. Het ging bij u over die jobbonus, zoals in het regeerakkoord, maar u kijkt ook naar de sociale partners, naar federaal overleg, want daar gaan mogelijk de minimumlonen, bruto minimumlonen, stijgen. Wat is het probleem of waarom heeft u die vraag juist gesteld? Wel, het is zo dat de groep van TIN, dat zijn de sociale partners, de werknemersorganisaties, de vakbonden en de werkgeversorganisaties, samengezeten hebben. En die hebben laten weten dat ze mogelijk tot een akkoord zijn gekomen. Een akkoord dat erin bestaat dat de minimumlonen bruto gaan stijgen met 3,5%. En daarbij hebben de werkgevers gezegd, we zijn akkoord op voorwaarde dat wij dat niet moeten betalen. Dat betaalt het dan wel? Wel, ik vermoed dat ze er dan van uitgaan dat de federale overheid dat op haar begroting zou nemen. Een begroting die, zoals alom geweten, sowieso al in de rode cijfers zit en waar er sowieso al werk aan de winkel is. Maar wat nog pertinenter is, is als je de bruto weddes van mensen met een laagste inkomen verhoogt, ja, dan neemt je kansen af van wie op vandaag moeilijk aan werk raakt, een afstand heeft tot de arbeidsmarkt en werk wil gaan werken. Want... Ja, want daar is mogelijk een probleem. Die jobbonus zoals die nu voorligt, dat zou betekenen €50 voor die laagste lonen om die mensen of inactieven ertoe aan te zetten van aan de slag te gaan. Ja. Anderzijds ga je dan federaal een bruto verhoging hebben, even breken, dat zou een €58 zijn. Het risico is daar dat de ene maatregel de andere teniet doet, omdat mensen dan weer te duur worden. Wat? Absoluut. Dus die mensen zouden dan te duur worden voor werkgevers, terwijl wij hier net op Vlaams niveau ervoor zorgen dat zij €50 per maand netto bijkrijgen. Dus ik heb aan de minister gevraagd om contact op te nemen met de groep van 10 en hen aan te geven dat ze dat geen verstandige maatregel vindt, dat er veel meer moet gewerkt op het verhogen van mensen hun netto inkomen en niet op het optrekken van de bruto weddens. Bovendien is het zelf niet wettelijk wat de groep van 10 heeft voorgesteld. Er is zoiets als de wet op de loonnorm. De wet op de loonnorm die zegt dat de bruto lonen maar met maximum 1,1% mogen stijgen. Ja, want hier gaat het over in twee schijven. 1,1 november, dan in april nog eens 2,4, dat is 3,5%. Laat ons wel, deze minimumlonen zijn zeer laag, dat is een laag inkomen. Ja. Maar in absolute cijfers, een sprong, een stijging van 3,5%, dan gaan sommige werkgevers wel eens slikken. Hè? Ja, absoluut. Dan gaan die slikken. Dat gaat net het tegenovergestelde bereikt worden van wat de vakbond wil bereiken. Namelijk, dan ga je ervoor zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit de markt geprijsd worden, niet aan de bak geraken. En dat is net wat we willen tegengaan. We willen net dat die mensen aantrekkelijk worden om aangeworven te worden. Het toont op het vlak van, je bent al lang met arbeidsmarktbeleid hier bezig in het Vlaams parlement, maar het toont hoe complex dit land is, hè, die verschillende beleidsniveaus. Nu, je kan niet anders dan aan die nieuwe minister van Werkgeving iets vragen, dat ze het vriendelijk vraagt aan die sociale partners, maar ze heeft er geen vat op. Hè. Wel, dat is natuurlijk allemaal zeer vrijblijvend. Hè. Wij zijn op Vlaams niveau, we hebben wel wat bevoegdheden. Ik denk aan RSZ-kortingen oplonen. Ik denk nu aan de jobbonus die we kunnen geven. We kunnen ook werknemers of mensen die werk zoeken, werkloos zijn, sanctioneren als ze onvoldoende inspanningen maar leveren. Maar wat dit betreft, op dat federaal niveau, dat is maar te nemen. En dat toont nogmaals aan dat het confederalisme, dat een andere staatsstructuur, wel degelijk ook een economische onderbouwing geeft op vlak van argumentatie. Als je echt een goed arbeidsmarktbeleid op maat wil voeren, dan heb je op Vlaams niveau ook die bevoegdheid rond loonvorming en zo meer nodig. Nu, over die maatregel, de jobbonus as such, die €50 die men netto meer zou overhouden, er is wat discussie tussen arbeidsmarktspecialisten of dat wel degelijk het psychologisch effect zou hebben, die déclic zou maken, waardoor mensen, werkloosheidsval, toch aan de slag gaan. Sommigen zeggen het zou hoger moeten liggen om die stap te zetten. Krijg je met €50 meer iemand met een moeilijk profiel aan de slag? Oh, daar kan inderdaad over gediscussieerd worden. Ik heb ook verschillende arbeidsmarktexperten gevolgd. Ik heb bijvoorbeeld gezien aan Stijn Baart, professor aan de UGent, die de thematiek volgt. Die zegt dat moet lukken, dat is activerend. Maar zelf los van de discussies vind ik het een belangrijke maatregel. Ik denk dat het in eerste instantie een belangrijke sociale maatregel is. Los van arbeidsmarktbeleid. Sociaal mensen aan het werk krijgen is de... Mensen aan het werk krijgen, maar vooral ook mensen die werken, meer belonen. Ervoor zorgen dat mensen die effectief de inspanning doen
en aan een van de minimuminkomens werken, dat die netto meer overhouden aan het eind van de maand. Ik denk dat dat een goede filosofie is, dat dat een sociale filosofie is. En ja, de toekomst zal uitwijzen of die ook op vlak van arbeidsmarktbeleid effectief is. Je kunt eigenlijk met twee invalshoeken naar die jobbonus kijken. Eerst degene die u zegt, namelijk, is het een maatregel die activerend is, die mensen over de streep trekt om... Ja, een soort poolfactor, die poolfactor, mensen richting die job trekt. En de tweede perspectief of invalshoek is een sociale invalshoek. En in die invalshoek zeg ik volmondig, ja, dit is een goede maatregel, want het zorgt ervoor dat mensen die weinig verdienen, netto meer gaan verdienen. Veel belangrijker en interessanter dan symbolisch bruto wedders gaan optrekken, waar de mensen zelf niet veel van gaan overhouden en waar ze dan nog een keer duurder op de kop toe gaan zijn. Nog even iets daarover, want in een andere tussenkomst mocht er vandaag misschien even wat gemoedelijker aan toe gaan bij die eerste plenaire. Sprak u de minister aan als zijnde, ja, zij moet de verleidster zijn van inactieven, want als het gaat over mensen aan de slag krijgen, dan spreek je specifiek ook over die groep inactieven, waaronder bijvoorbeeld ook een groep die enorm is toegenomen, 200.000 mensen die thuis langdurig ziek zitten met een ziektebeeld, ja, die moeilijk, die nog zouden kunnen werken, maar die daarin in vastzitten. Hè. Hilde de Verleidster, klonk het. Ja, dat klopt. En ik denk dat u gelijk heeft, de grootste groep, wij focussen altijd op de werklozen, mensen die een werkloosheidsuitkering genieten. Maar eigenlijk, als je in getallen bekijkt, zie je dat op Belgisch niveau zijn er meer dan 400.000 langdurig zieken. Dus bijna een 500.000 mensen die ziek thuis zitten, ook mensen op beroepsactieve leeftijd, jonge mensen, veel jonge mensen ook. En die mensen, hebben we gezien, zijn perfect in staat, als we ze goed begeleiden, goed ondersteunen, om opnieuw te gaan werken. En op dit moment wordt die groep veel te veel ongemoeid gelaten, wordt die wat in de steek gelaten, in uitkeringsstelsels met het RISIF en zo meer. En als we die groep kunnen aanspreken... Want dat is dan ook weer federaal natuurlijk. Hè? Dat is bevoegdheid van federaal minister van Volksgezondheid. Mag je de blok dan weer? Ja, dus je hebt absoluut. Daar weer die dat is dan federaal, bezoek. Maar op Vlaams niveau kunnen we wel wat wortels steken. Daarom noem ik mevrouw Krivits, of roep ik haar op, om Hilde de Verleidster te worden. Om die mensen toch te gaan verleiden om opnieuw aan de slag te gaan. Ja. En dat is volgens mij de belangrijkste taak die ze heeft de komende 5 jaar. Niet enkel die mensen die een werkloosheidsuitkering genieten, maar wat ik noem het laaghangend fruit, de grote massa, zijn het die langdurig zieken opnieuw mee aan de slag krijgen. En dat is zeer cruciaal voor deze regering, want een pijler in het regeerakkoord is werk. Hoeveel jobs? 120.000? We willen 120.000 extra jobs. Het planbureau voorzag 90.000, dus we leggen er daar 30.000 bovenop. Ja. Dat is een enorm, enorm belangrijke uitdaging. Dat is denk ik de uitdaging van deze regering. Dan kijken we samen met u benieuwd uit naar de minister van Werk, Hilde de Verleidster, die mensen op die arbeidsmarkt moet krijgen. Dank u wel, meneer Ons.